was er een moment dat ik als kind voor het laatst ging buitenspelen. Ook al was ik me hier totaal niet van bewust. Mensen van mijn leeftijd spelen nu niet meer buiten, maar waarom is dat eigenlijk? Het is toch fucking leuk? Wanneer speelde jij voor het laatst buiten? Jezus, dat is een tijd geleden, schat. Goh, dan moet ik een jaartje of 40 terug. 7, 8 jaar geleden. Met een nichtje 10 jaar geleden of zo. En waarom is dat dan zo lang geleden? Ja. Waarom? Geen idee. Nee. Nou, ik ga nou niet meer buiten spelen. Ja. Waarom niet? Ja, nee, dat doe ik niet. Ik ga nou niet meer knikkeren of... Wat deed ik dan? Een diefje met verlos? Nee, dat doe ik niet meer. I don't know, because we are getting older and are growing up. Er zijn een aantal redenen dat kinderen stoppen met spelen. Belangrijk is het gaan naar de middelbare school. Als kinderen naar de middelbare school toe gaan, wordt er verwacht dat ze gaan leren, gaan presteren. Ieder mens die gaat door verschillende ontwikkelingsfases in hun leven. Door die ontwikkelingsfase ga je ook andere dingen weer interessant vinden. Anderzijds is het ook omdat het gewoon niet meer echt mag. Het past niet meer bij je leeftijd. Er wordt van buitenaf gezegd, hey, dit is kinderachtig of doe niet zo raar. Daar speel je toch niet meer mee. En daardoor gaan mensen ook denken van, hey, dit wordt niet geaccepteerd, dus ik mag het niet meer doen. Dus dan gaan ze het ook niet meer doen. Om weer te gaan spelen hebben ouderen iemand nodig die het voortouw neemt en hem meeneemt in die belevingswereld. Zoals een kind dat doet bij zijn ouders. Willen jullie? Ik kan het. Maybe my sister. Wat was nou hetgeen wat jullie het leukst vonden vroeger om te spelen? Zandbak. Ja, voetballen. Voetballen? Ja, natuurlijk. Dat was tijdens het water een beetje. Oh. Hula hoepen. Hula hoepen? Voetballen, hockey, stoepkrijten. Ja, het zat er allemaal bij. Elastieken ook. Dat deden wij altijd. Ah, elastieken. Zou je dat nog kunnen, denk je? Ja, tuurlijk. Het even voordoen. Je laat me toch niks doen, hè? Want dat kan ik niet meer. Zou je een potje met mij willen voetballen? Tuurlijk wil ik met jou een potje nou, voetballen. Nou, wat superleuk. Kijk. Oeh, wauw. Weer de bal. De bal, daar zijn we gek op, hè? Ja, zie je dat. Elastieke. Goed voor de buikspieren uit. Zeker. Krijg je weer een beetje dat gevoel van kind zijn terug nu? Zeker weten. Lekker dan. Ik heb nog knikkers thuis. Waarom speelt hij daar dan niet meer mee? Nee, wat moet ik nou? Moet ik dan gaan knikkeren? Maar is het toch leuk knikkeren? Ja, is ook leuk. Ja, misschien ga ik het een keer doen weer aan mijn kleinzoon. Ik vergeet het eigenlijk altijd. Nou, het is belangrijk dat we blijven spelen. De dingen en de zorgen die in het leven horen kunnen energie vreten. Het is daarom ook belangrijk dat je ook zorgeloos kan zijn en je weer even lekker kind kan voelen. En om die balans weer te hebben. Dus vooral blijven spelen. En hoe voelt dit nou? Ja, heerlijk. Ja, leuk toch? Ja. Vaker doen toch? Ja, ja. Absoluut. Precies. Ja. Weer verfrissend. Ja, toch wel? Ja. Toch een beetje gemist? Ja, toch wel gewoon een beetje gemist, okay. Ja. Mensen weten dus niet eens echt waarom ze stoppen met buitenspelen. Maar ze missen het wel erg als ze eenmaal weer bezig zijn. Dus wat mij betreft hoeft die laatste keer helemaal niet de laatste te zijn. Ik ga nog even lekker door.